En dan een update van de woning van mevrouw Sylvia Aboikoni. Op maandag 14 juni zijn wij gestart met de afbouw van de woning van mevrouw Aboikoni. Vismalen bracht ook een nieuwe aangepaste rolstoel voor haar zoon Sireno Aboikoni met beperking. De nieuwe rolstoel is afkomstig van donateur genaamd Mavis Fernand. Wij nemen u mee naar de Etjesweg, de Kwata. Kijk en luistert u maar mee. Je ziet een nieuwe rolstoel en je bent blij, je lacht. Hoe je lacht? Je lacht dat ik een nieuwe rolstoel kom. Van wie is het? Mevrouw Aboikoni. Hoe ben je stoppen met mijn pc? Hoe ben je in bakken? Je ziet ook de vorderingen daar. Maar je ziet ook op die shutters, see out but not in. Dus je kon niet zeggen, begin je? Ja, wanneer is het? Kijkers, je ziet het. We zijn bezig met de voorgevelheden. We hebben tegels gekocht. We gaan een nieuwe deur hier plaatsen. Helemaal betegeld tot naar de badkamer. Speciaal gemaakt voor deze man. En ja, u weet het. Ik wil geen datum meer geven dat wanneer we klaar zijn. Het heeft allemaal gelegen aan de total lockdown. Waardoor we niet konden werken. Maar nu kunnen we full speed werken. En we hebben een donatie gekregen van een rolstoel. Ik ben bedankt aan de donateur. Dat ik een trouw nieuwe rolstoel. Hoe ben je druk bezig met onze eerste streffie? Hoe ben je bezig? Hoe ben je klaar? Hoe ben je veel van door? Dus ik ga. Ja, dank u wel.